Champs, goed jullie weer te zien. Ik zit hier vandaag naast de one and only. Ja, Singuren. Hoe is je met je bro? Lekker bro. Gaat lekker? Zeker, zeker. Gaat lekker man, gaat lekker. Waar zitten we momenteel? We zitten in Marbella op de berg. In het oh zo mooie Marbella inderdaad. Ja man. Jij bent hier in de allerlaatste etappes eigenlijk van jouw trainingskamp voor de mensen thuis. Welke datum vecht jij? 17 februari in Alkmaar en Fusion. En Fusion Alkmaar inderdaad. Ben je al een beetje ready? Ja, zeker. Ik ben nog nooit zo ready geweest. Nee? Ja, ik ben echt fit. Dus ja, we gaan een mooi showtje van maken, man. Mooi showtje van maken, oké. Okay. Dat is wel echt iets waar je op wil focussen, op een showtje maken. Je wil wel echt zorgen dat de mensen entertained zijn. Ja, 100%. En geen één partij van mij was ooit saai, dus ik verwacht van mezelf ook niet dat deze partij ook saai wordt. Mooi, man. Hoe is het voor jou om dan hier jouw laatste loodjes van jouw trainingkamp om hier dan in Marbella te zitten met bijvoorbeeld Levi Richters? Ten eerste is het wel een droom natuurlijk van elke vechter om hier te mogen zijn, hier te mogen trainen. En buiten dat is gewoon heel lekker om ook op jezelf te kunnen focussen, weet je. Je bent niet bezig met je dagelijkse dingen. Je bent hier echt met vechters om je heen en met Levi. Levi is een soort grote broer van mij, al 5-6 jaar trainen we samen. Sparren we samen, we doen alles samen, dus het is prima man. Ik voel me thuis, maar dan op een andere locatie. Ja, het komt eigenlijk hartstikke goed uit natuurlijk, want ja. Levi die heeft natuurlijk dat achtmanstoernooi opkomen. Jullie zitten allebei momenteel in kamp, jullie zijn je allebei inderdaad aan het voorbereiden. Je ziet het waarschijnlijk ook inderdaad al op camera, alleen al in dit frame. Het is geen garage waar we zitten, om het zo nee, te zeggen. Nee. Onze manager Royal heeft alles goed geregeld. Zit hij te lachen achter de camera? Hij is het duidelijk zelf heel erg mee eens. Jij zei zelf, Levi Richters heeft een hele belangrijke rol in je leven. Het voelt als een soort broer. Maakt het dat ook extra fijn om dan samen met hem te trainen? Ja, zeker. Zeker. Wij zijn echt twee aparte schakels van elkaar. Weet je. Ik ben echt de hele andere kant, hij is de hele andere kant. En soms hebben we gewoon elkaar nodig om een beetje het midden te vinden, zeg maar. En echt die goede richting op te gaan. Dus ja, zeker. Toch is het natuurlijk net ietsje anders voor jullie, want Levi Richters is natuurlijk heavyweight, hij vecht op heavyweight. Welke gewichtsklasse was ook weer waar je Middleweight. Was net ook inderdaad toen we even aan het eten waren. Ja, ik vond het zielig voor je bro. Ja, leg het even uit aan de mensen, ik kan het niet eens uitspreken. Ja, het is lastig, maar weightcut, nog de laatste loodjes, de laatste kilootjes, dat is ook de eerste gevecht die je met jezelf voert, weet je, het gewicht halen. En dan het tweede gevecht is pas op de fight night. Ja. Maar ja, we zijn nu goed bezig, we zijn op schema, dus het gaat goed. Alleen, ik kan niet heel veel genieten van het eten. Ja, heb je het zwaar met de weight cut? Ja, ik ben wel echt een eter, man. Ik hou heel veel van eten. En ook als ik geen partij heb, ben ik ook wat zwaarder dan nu. Dus heb ik het zwaar? Niet echt. Kijk om me heen. Maar... Dus zodra die laatste bel is gegaan, dan gaat er gelijk een pizzapunt eigenlijk. Ja, zeker. Er gaat gelijk een pizzapunt in, inderdaad. Heb je er nooit over nagedacht om misschien dan ook zwaarder te gaan vechten? Ik heb 3 partijen op licht zwaar gewicht. Dat was precies na de corona. Okay. En niemand wilde vechten op middleweight. Dus we dachten, oké, laten we light heavyweight vechten. Ook gelijk tegen een hele goede jongen. Kreeg ik een cut op mijn oog. Ging om me hangen, dit, dat, weet je, te zwaar. Dacht ik van nee, ik ga weer naar mijn eigen gewicht, naar mijn middleweight, waar ik onverslagen ben, nog steeds, middleweight onverslagen. Dus dat voortdurend houden, man. Dus, middleweight is mijn gewicht blijkbaar. Okay, ben snel, ben sterk daar, dus geen behoefte om zwaar te vechten. Misschien later een keer als je 2 belts in je handen wil hebben of zo. Wie weet, double champ. Super. Kan. Klinkt wel goed, hè? Ja, het klinkt wel goed, double champ. Toch, ja. Als je het zo uitspreekt, ja, toch best wel verleidelijk. De eerste, tweede double champ klinkt wel heel goed, ja. Klinkt in één keer wel heel goed. Ben jij eerder naar Spanje geweest of naar het buitenland voor een trainingskamp? We gaan vaak naar Marokko, naar Hoxima. Dat is ons tweede vaderland nu. 5 minuutjes zwemmen hier vandaan inmiddels. Ja, het is wel even zwemmen. En dan ben je er. Ja, daar is meer... focus, zeg maar, want daar heb je ook weinig toegang op internet. Daar ben je echt helemaal gedetoxed van alles. Dus je komt terug een monster. Okay. En hier natuurlijk ook, maar wat hier mooi is, is je hebt een mooie villa, je hebt de weer is, het weer is mooi. En je hebt bereik, je hebt toegang tot internet en dingen. Dus het maakt het wat makkelijker voor ons om het wat leuker te maken, zeg maar. Geeft dat ook afleiding in bepaalde opzichten? Toch dat je hier, ik bedoel, het is inderdaad voornamelijk dat jullie hier zitten omdat je al die afleidingen van thuis voornamelijk aan de kant legt.
Maar dan zit je in een duur huis, dan zit je met een leuk zwembadje voor de deur, mooi uitzicht, lekker zonnetje. Ja, nee, echt niet, man. Want je traint 2 keer op een dag, weet je. Je wordt wakker om 7 uur. Het is niet dat je om 10 uur kan wakker worden. Je loopt naar buiten, het is zo'n koffietje, niks doen de hele dag. Je wordt wakker, je eet je eerste maaltijd, straight into work. Je werkt, je komt terug, je bent helemaal moe. Even dit tussendoor, tweede training doen. En pas nadat je de tweede training hebt gedaan, heb ik over 4, 5 uur. Even een uurtje of 2 genieten van de zon. En dat is hem. Kijk, het is een mooie omgeving. Genieten we er volledig van? Ja en nee. Ik zou er meer van genieten als ik geen trainingskamp had. Maar ik ben blij dat ik een trainingskamp heb en dat ik hier in deze huis dat mag doen, weet je, voortduren. En het is of. Buiten je trainingskamp dus nog eens een keer terugkomen, toch? Ja, precies. Hoor je dat, Boyle? Onthoud het huis eventjes. Schrijf het huisnummer ergens op. Dan kunnen jullie inderdaad een keertje terugkomen buiten het trainingskamp. Ja, man. Heb jij veel afleidingen thuis dan waar jij last van hebt? Heb jij dan inderdaad ook, als jij dan in Nederland aan het trainen bent, dat jij extra moeite hebt met je focussen op jouw wedstrijd? Ja, we moeten werken, weet je. We moeten allemaal werken. We zijn daar nog niet waar we helemaal afhankelijk zijn van het vechten. Dus als je moet werken en je hebt de werkgelegenheden, is het best wel moeilijk om dat te balanceren met je energie, met je training, et cetera. Thuis totaal niet. Ik ben echt geblest met de beste vrouw van de wereld. Ik ben ook getrouwd met haar al 2 jaar. En we hebben ook een kindje binnenkort. En ze zorgt alles voor mij. Ze is mijn diëtist, mentaal support. Eten wordt klaargelegd, kleding wordt gedaan. Ik hoef alleen maar te trainen. Ik kom thuis, ik lig en alles wordt voor me geregeld. Dus ik ben geblest wat betreft dat, man. Is het lastig om daar afstand van te nemen dan? Ja, zeker, ja. Ja, hier moet ik alles zelf doen. Je zei inderdaad, er is ook een kleine opkomst. Nogmaals gefeliciteerd daarvoor trouwens, bro. Maar maakt het dan nog lastiger voor jou om dan weg te gaan? Want ik neem aan dan, jouw vrouw die heeft dan nog meer steun voor jou nodig. Nog meer aandacht, nog meer hulp. Zeker, ja. Vandaar zie je ook hoe sterk mijn vrouw is. Dat is 1 en 2, ja, ze is hoogzwanger. Uitgerekend in begin mei. Maar ze is ook ervan bewust dat ik dingen moet sacrificen en zij ook. Weet je, het is ook niet altijd leuk met mij. Ik, richting de fight day word je heel erg stroef, weet je. Je eet minder, je kan niet lekker uit eten wanneer het uitkomt, et cetera, et cetera. Dus zij is wel wat gewend en het zijn gewoon sacrifices die je doet. Het is zwaar, het is kut, maar dat neem ik mee in de ring en ik laat mijn tegenstander ervoor boeten en weet je. En als mijn hand omhoog gaat, dan is zij de koningin. Dan doe ik alles voor haar even 1 week of 2. En dan weer door. Dat je tegenstanders te verboeten gewoon. Ja, moet wel. Deze sport ei die ik vanochtend heb gegeten, vriend. Precies. Die eien. Word jij ook chagrijnig richting je gevecht toe? Ja, jawel, zeker. Ja, je merkt het wel aan je moed? Ja, moed switch verandert. Ik ben normaal gesproken ben ik een hele, hoe noem je dat? Kalme. Ja, kalm jongen, best wel leuk, lief, grappen maken, dit, dat. En ja, als het echt business is, dan ben ik echt in de business, man. Bij mij is er geen ja of nee. Het is gewoon gaan, klaar. Als je ervoor gaat, is het klaar. Ga ik die kant nog van jou zien deze dagen? Of zit je nu nog in de fase dat je nog chill genoeg bent? Nu zit ik nog in de fase dat ik chill ben. Ik denk de laatste week voor de fight week, dan zal ik wel een beetje chagrijnig zijn, man. Ja? Ja, het hoort er allemaal bij, toch een beetje. Maar hoe komt dat? Is dat dan voornamelijk inderdaad, omdat jij ook moet kutten, heeft dat dan ook voornamelijk te maken met de voeding die je binnenkrijgt? Precies. Dat je gewoon een beetje, ja, ondervoed wil ik niet zeggen, maar dat je minder binnenkrijgt dan normaal? Al de weken dat je hebt getraind, die stapelt sowieso op qua lichamelijk een beetje moe zijn. De laatste week is ook afbouwen. Dus dan begin je afbouwfase, alle pijntjes voel je een beetje en het heel weinig eten zeker. Het spanning van de wedstrijd, hier en daar, gezonde spanning, maar alsnog is er wel altijd een spanning en je hoofd die maar blijft draaien, weet je. Dat zijn allemaal factoren die meetellen en een professioneel zijn is al die gedachten en emoties onder kunnen gebruiken, kunnen sturen. En dat leren we met elke wedstrijd beter. Kijk, bijvoorbeeld net over Leefje gaat, Leefje kan het heel goed. Ik kan het minder goed en we leren van elkaar met dat soort dingen en elke wedstrijd beter, beter, beter. We gaan zien hoe deze wedstrijd gaat, man. Is dat ook iets wat je er bijvoorbeeld echt wel uit kan gooien tijdens je training, die frustratie? Ja, zeker. Ik,
wat ook het probleem bij mij is, is ik kan niet rustig trainen. Bij mij is het echt all out. Ik heb het vandaag gewerkt, man. Dat is waarschijnlijk een sterkte en een zwaktepunt voor jou tegelijkertijd. Precies, precies. Ik merkte het vandaag inderdaad ook. Rick die was echt tegen jou aan het zeggen, bro, chill hem, ja. Ik hoor je hijgen in mijn nek. We hebben vandaag een rustige training. Calm down. Dat is zo, man. Ja, het is... Ik vecht wel af en toe met die duivels om mijn hoofd, maar ja. Daarom vecht ik ook, toch? Daarom heb ik ook deze sport. Ik ga niet golfen of zo. Kan op zich ook. Ik heb behoorlijk veel golfbanen gezien onderweg hier naartoe. Ja, precies. Als ik dat wil, dan kan ik dat ook doen eigenlijk hier. Ja. Bro, ik kan niks anders zeggen dan dat ik echt super excited ben om te zien wat je de komende dagen voor onze petto hebt, man. Wij gaan jullie volgen natuurlijk. We gaan kijken hoe jij het doet. We gaan kijken hoe je leven je doet. We gaan kijken naar de dynamiek van jullie groep. Hoe goed jullie het doen met elkaar. En ik kan je alleen maar succes wensen. Wat een leuke tijd, man. Sowieso, man. Dankjewel. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de knop. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.